alles wat je hier ziet is een teken van verandering. Soms kijk ik omdat er om 8 uur 's morgens iemand dambanden aan het inheien is. Mm-hmm. Dan hoor je dus. En dan lig je in bed. En dan is er weer iets veranderd. Wat vind je spannend aan dan als je er naar kijkt? De stad is eigenlijk een heel groot lichaam waar we in wonen. Ja. En dan krijg je al die. Ja, die verkeersaderen, die stromen daar doorheen. En die huizen, zoals die gebouwd worden, het is zo, zo onnatuurlijk op een bepaalde manier. Dat het niet langzaam groeit, maar gewoon met vrij veel geweld heel snel overal bovenop gepland wordt. Maar dit is dus voor jou een inspiratiebron? Ja, absoluut. Edwin Zwakman is zeer regelmatig te vinden op plekken waar altijd wel iets aan de hand is. Plaatsen waar gegraven, gestort, gesloopt en gebouwd wordt. Edwin loopt daar rond en kijkt. Dat om zich heen kijken, dat doet Edwin niet voor niets. Hij doet buiten doet hij indruk op, die slaat hij op in zijn hoofd en die neemt hij mee naar zijn werkruimte. En daar gaat hij dan iets mee doen. En uiteindelijk ga je dan bijvoorbeeld dit bouwen, wat je buiten hebt gezien. En daar maak je dan weer een foto van. Net als een schilder helemaal op een wit doek begint, begin ik met een lege tafel. Ik zet de camera neer en ik ga dingen opbouwen. En daardoor is eigenlijk alles een beetje door een filter gegaan van mijn herinnering. Want ik ben natuurlijk een heleboel vergeten ondertussen. Dus wat er overblijft is datgene wat ik kennelijk belangrijk genoeg vond om in de foto te houden. Dus in dit geval is een van de belangrijke verhalen is dat het gat is een soort, heet iets bedreigend. Mm-hmm. Ja, dus je kan erin donderen. Mm-hmm. En het heeft ook iets rauwigs, want het is van een bouwplaats. Mm-hmm. En het contrast daartegen is eigenlijk het gras. Mm-hmm. Want het gras is heel veilig en het is heel netjes. Mm-hmm. En één schuin vlak erin van de dijk, maar voor de rest alles alleen maar rechte vlakken. Mm. En dat is een beetje een soort karikatuur, een beetje een overdrijving van wat je eigenlijk in Nederland heel veel ziet. Wat speelgoedvrachtwagens op een rij, een plankje met wat nepstruikjes dat beweegt. En als je daar nou een foto van maakt, dan wordt het hier onscherp. Waardoor het lijkt alsof je zelf in de auto voorbij reest. Ja, het is niet zo'n hele vrolijke buurt natuurlijk, zo'n snelweg met een paar geparkeerde vrachtwagens. Maar als je laat zien hoe spannend zulke plekken eigenlijk ook weer op een bepaald moment op een bepaalde manier zijn, ja, wordt het toch ook weer heel erg mooi. Ik word bekeken terwijl ik door de stad loop. Mijn blik is steels maar scherp, mijn leven is een puinhoop. Maar niemand die iets aan mij merkt, ze zien alleen de buitenkant. Kind nog kraai, geen vrouw, geen werk, maar ik heb mezelf nog in de hand. Alleen overal ogen die kijken wat je doet. Overal ogen van glas of vlees en bloed. Overal ogen, overal ogen, overal overal. Kijk, je wordt bekeken, gekeurd en vergeleken. Of je nou wilt of niet, ze zien al jouw gebreken. Ik voel de blikken in mijn rug, een camera op elke hoek. Mensen oordelen zo vlug als je krap bij kas je toevlucht zoekt tot dit. Overal ogen die kijken wat je doet. Overal ogen van glas of vlees en bloed. Overal ogen, overal ogen. Overal. Een stad is net een mierenhoop. Men jaagt en jacht, men looft en biedt. Het is hier eeuwig uitverkoop. Ben ik echt de enige die het ziet? Ik zie overal ogen zo hard, koud en koel. Overal ogen zonder meegevoel. Overal ogen, overal ogen, overal ogen, overal ogen, overal overal. Zo'n speelgoedgraafmachine, een beetje vies gemaakt, wordt uiteindelijk opgeblazen tot zo'n groot formaat.
En dat doe je niet voor niets, toch? Nee, want als die zo groot is, dan voel je ook dat het een graafmachine is. En als die heel klein is, dan zie je het alleen maar. En als je zeg maar hiervoor staat en die arm gaat zo helemaal over je heen, en hier is dat enorme ding wat voor je neus op de grond ligt, dan is dat heel anders dan dat je naar een klein fotootje zit te kijken waar dat ook allemaal op staat, maar waar je alleen maar een beetje zo kijkt en niet met je hoofd zeg maar die hele beweging kan maken. En eigenlijk ziet wat je zou zien als je zeg maar in deze voorstad zou staan en voor een echte graafmachine zou staan. Ja. Ja, graafmachine is een van de spannendste dingen die we hebben, want het is tegelijkertijd deel van het landschap, maar het is ook iets wat er in en uit rijdt. Mm-hmm. En een graafmachine betekent altijd dat er iets aan het veranderen is. Deze flat heb jij gebouwd, dus niet zoals die buiten staat, maar zoals jij hem wilt hebben. Daar maak je dan een foto van. En hoe komt dat fotomaken nou tot stand? Nou ja, ik bouw natuurlijk eerst de flat. En die probeer ik eigenlijk zo te maken dat het een soort optelsom is van alle flats die ik tot nu toe heb gezien. Mm-hmm. En vandaar zeg maar de volgende mogelijkheid die er ook zou kunnen zijn, die probeer ik eigenlijk vorm te geven. Mm-hmm. En dan begin ik met, als ik de buitenkant heb, dan begin ik een beetje met de inrichting. En die is heel sumier. Maar ik moet wel af en toe er iets in zetten. Want je kan bij zo'n flat altijd naar binnen kijken. En dat is natuurlijk heel erg spannend. Dat is heel leuk, ja. Dan ben je een soort voyeur, heet dat. Iemand die stiekem naar binnen kijkt. Ja. Een manchetknoopje als asbak. Een luciferdoosje als geluidsbox. Zo. En een manchetknopendoosje als leren bank. En een kindersurprise-ei-palmboom als kamerplant. Het is wel leuk hoe dat werkt. Ja, als het maar op de juiste plek staat. Dus je schuift eigenlijk net zo lang met al die spulletjes, zodat je precies de foto krijgt die jij wil hebben. Ja, ik ga net zo lang schuiven met de spulletjes en dan ga ik schuiven met het licht. Totdat het eigenlijk zo staat dat het mij weer verrast. En dan als ik het gebouw heb, dan ga ik daar heel veel verschillende foto's van maken. Hele dinkietooi dit. Dan betaal je je eigen blauw man. Ik heb precies zo'n eentje gehad vroeger. Van mijn vader gekregen. Had hij gekocht bij Meijer en Blessings op de lijnbaan. Tja, vroeger joh, had ik een hele woonwijk onder mijn opklapbed. Merklinspoorlijn met viaducten. Flats van schoenen dozen. Een heel wegennet voor de dinkietoois. En iedereen in mijn wijk, die hield zich aan de oversteekplaatsen en aan de stoplichten. En ik stond er als directeur wijdbeens boven, ja. Vroeger, ja, dat is nou wel even anders. In Rotterdam zijn ze toch altijd aan het bouwen, hè? Blijven ze lekker bezig. Nou, dan kun je wel overreden worden door zo'n dinkietooi, maar dan in het echt, hè? En ze rijden door rood, dus op een zebra ben je ook niet meer veilig. Of je waait weg tussen die torenhoge schoenendozen flats die boven je uittornen. Ja, kijk wat ik maar wil zeggen. Ik ben mijn speelgoed niet ontgroeid. Nee, mijn speelgoed is boven mij uitgegroeid, hè? Vroeger hield ik de wereld klein onder mijn opklapbed en nu houdt de wereld mij klein. Kijk, toen ik vroeger klein was, toen voelde ik mijn eigen groot. Maar nu ik groot ben, voel ik mijn eigen klein. Dat is eigenaardig, toch? Ik ga even vragen wat die kost. Net als bij een schilderij moet je, probeer ik in mijn foto's eigenlijk de kijker naar binnen te lokken. Dus in dit geval zie je dat het dan begint eigenlijk helemaal vooraan met de boom. Ja, deze hier. Hè? Die takken die naar binnen komen. Mm-hmm. En dan is het tweede wat je daarachter ziet, de mevrouw met de hoofddoek. Ja. En dan komt de flat. En in de flat kan je weer naar binnen kijken. En je kan zelfs door de flat weer naar de lucht erachter kijken. En daardoorheen loopt eigenlijk de spiegeling over de flat. Ja. Van wat er eigenlijk achter ons weer staat. Dat zijn deze strepen die we. Precies, dat zijn die, dat zijn balkons, zeg maar, of ook een beetje van de lucht. Ja. En daardoor staat de kijker eigenlijk al in de foto. Ja. Omdat die staat onder de boom met achter zich een flat. Want hij weet, die flats staan achter ons. Ja. En zo bouw je eigenlijk het beeld op uit heel veel lagen. Ja. En die lagen maken eigenlijk dat je er ook in staat. Wat is er nou zo boeiend aan een flat als onderwerp?
Het is natuurlijk ook een heel modern gegeven dat je echt van onze tijd, dat je allemaal zo op elkaar woont. Mm-hmm. Het is natuurlijk heel anders dan naast elkaar wonen. Mm-hmm. Vroeger had je gewoon een stuk landschap en er stonden huisjes in, mm-hmm. met wegen ertussen. Terwijl hier heb je gewoon, het is een dorpje, maar dan is het allemaal op elkaar gestapeld in een flat. Ik weet dat ik gefopt word, maar toch voelt het alsof ik vanuit de trein naar een flatgebouw zit te kijken. Want ik zie de weerspiegeling. Hoe kan dat nou? Twee dingen. Ik denk dat het een van de belangrijkste dingen is het licht. Mm-hmm. Omdat je dan weet dat het buiten is wat je ziet. Want het is natuurlijk eigenlijk binnen mijn studio, maar ik heb het licht een beetje blauw gekleurd. Mm-hmm. En dan lijkt het buiten. En het allerbelangrijkste is het standpunt. Mm. De plek waarvan uit je kijkt. Ik heb hier de camera gehouden op de hoogte van de raampjes van de bovenverdieping van de dubbeldekker. Mm-hmm. En dan lijkt het later op de foto, lijkt het weer alsof je zelf in de dubbeldekker zit. En ja, dat zou je met de camera hier ook kunnen doen. Als je een beetje meer inzoomt, ja, dan zitten we er nu een beetje raar voor. Mm-hmm. Maar als je de juiste uitsnede neemt, het juiste standpunt, dan lijkt het weer alsof het echt is. Alsof wij dus in die trein zitten. Ja, nou ja, echt. Wollige watten als wolk of als struik? Hier had ik me eigenlijk voorgesteld, je kan er ook wel iets anders in zien, maar dat je bijvoorbeeld op een balkon staat aan de overkant en je kijkt ze naar beneden en je kijkt naar al die huizen naar binnen. Het is een uur of acht of weet ik veel, negen. Ik was ook vooral erg geïnteresseerd in alle verschillende lichtsoorten. Mm-hmm. Bijvoorbeeld het avondlicht is vrij blauw en de lampen van de lantaarnpaal en in de kamers die zijn heel geel en het regent. Ja. Maar ja, dat zie je niet zo goed. Nou, zie je goed. Maar het werkt wel. Ja. Je kijkt echt het gevoel dat je bij mensen even naar binnen kan kijken. Ja. Dat je het weer gaat invullen, ja, met je eigen beelden. Wim Waarman is de naam, voorzitter van de stichting Nooit Meer Bang in het Donker. Mijn vrouw is nog altijd bang in het donker. Ja. Heel veel mensen. Ik heb een buurman. 82 jaar, hè? 82 jaar, maar nog altijd bang en donker. Mijn tuinman, boom van een vent, hè? Boom van een vent, maar bang in het donker. Ontzettend veel mensen zijn bang in het donker. Ongezonde situatie, toch? Hè? Dus, wat heeft deze jongen gedaan? Stichting Nooit Meer Bang in het Donker opgericht. U vraagt, wat doet de stichting? Mijn antwoord, alles om die angst weg te nemen. Te beginnen bij de jeugd. S'avonds laat liggen zoveel kinderen bang in hun kamertje. Gaan honderden van onze leden met een zaklantaarn de straat op. En schijnen zo'n ventje even bij. Hallo! Niet bang zijn! Stichting Nooit Meer Bang in het Donker! Ga maar lekker slapen, ventje! Kleine moeite toch? Hiernaast wonen arme mensen. Arme mensen. Schijnen we even naar binnen. Op deze wijze zijn we er even bij met de camera. Koplampen aan. Hoppa! Hallo, gaan we nog even mee? Derde wereld is helemaal geen licht. Verplaatsbare lantaarnpalen hebben we. Kijk, stond hij erbij. We halen een krantje uit de zak. We gaan ontspannen zitten en lekker Is er iemand? Hallo? Moeder?